het meemaken, Sander. Ja, gerecht. Dus de duif. Ons signatuurgerecht. Met drop van biet. Ingelegde bramen. Het hartje, het levertje. Gebakken boutje. Saus van het karkas. Gebonden met één lep. Juist, en die mogen we een beetje bijtanken. Geniet daarvan. Dankjewel. Alsjeblieft. Geniet. Dankjewel. Hartstikke leuk. Eet smakelijk. Dankjewel. Daar gaan we. Nou. Ga ik ook gauw meedoen. Sander, een vast traditioneel onderdeel van onze uitzending is het maken van twee cocktails. Eén voor de gast en eentje voor mij. Het is een topshaker uit Nederland, Chiota. Die gaat het voor ons bereiden. En die komt zo meteen bij ons aan tafel. Dan gaat het spektakel, het laatste spektakel, gaat beginnen. Voordat Chio komt, is het natuurlijk ook nog tijd voor een glaasje champagne. Het is feest. En het is een champagne die onlosmakelijk verbonden is met de Formule 1. Carbon. We hebben een iedere uitzending en we gaan gewoon kijken wat jij ervan vindt. Ik ben heel benieuwd. Ik zal een uitzondering maken deze keer. Daarom, omdat je niet zoveel drinkt, is het natuurlijk voor jou de smaak. Als je drinkt, ja, heel bepalend. Nou, dan moet je eens kijken dat materiaal waar die fles van gemaakt is. Dat is echt carbon. Ja, van fietscarbon ook? Nou, ik denk van de auto's. Motorsport. De motorsport, ja. Nee? Ja, je ziet hem nog niet zoveel, het is een hele exclusieve champagne. Kijk wat hij goed is. Ja. Ja, weer. Oei, oei, oei. Hoeveel champagnes hebben jullie op de kaart? Om erbij de 30. Zo. Zouden er ook zo meer weer kunnen zijn. Ja. Sommelier is gek op champagnes. Juist. Waarschijnlijk, en misschien kunnen we deze daaraan aan toevoegen. Toevoegen. Ja, ja, ja. Ja. Als het is, geniet ervan. Ja, bedankt, hè. Op je succes, joh. Cheers. Proost. Gezondheid. En? Het is een feestje. Dat bedoel ik. Gelukt. Heerlijk. Nou, ik neem een hapje, hoor. Hij is zacht, hè, die duif. Hij is heel mals. Vind je het lekker? Ja, ik vind de saus ook erg lekker. Mm-hmm. Maar nu gaan we dus eventjes... echt de leuke dingen beleven aan het eind van het programma. Volop alcohol natuurlijk. Nou, met een primeur volgens mij. Aan jou de eer. We laten ons verrassen. Ja, helemaal goed. Ik ga twee cocktails voor jullie maken. En ik hoorde dat jij weinig drinkt. Dus de eerste drank die ga ik voor jou maken. En dat is een fizzy peach tea. Het is eigenlijk een verfrissend drankje, laag in alcohol. Dus ideaal als je dus niet zo vaak drinkt. Een laag alcoholisch drankje met peach tree. Een persiklikeur. Is 20% alcohol. Dus dat is eigenlijk ongeveer de helft van als je bijvoorbeeld een gin en tonic zou drinken. Zo. Er gaat een klein beetje limoen bij. Er gaat soda overheen. Dat roer je heel rustig door, zodat je wel de bubbels behoudt. Een beetje perzik. Dat is de Fizzy Peach Tree. Dat is wel vrij eenvoudig te bereiden dit. Dan het volgende drankje. Ga ik voor jou maken, Marcelino. En dat is een iets steviger drankje. Er is een twist op de White Russian. Maar het drankje is op basis van wodka. Ik gebruik in dit geval de Rutte wodka. Ja. En een koffielikeur. En in dit geval gebruik ik de Bebo Cuban koffielikeur. Dat is een mooie likeur op basis van Cubaanse koffiebonen. Zo. En dit is eigenlijk een Cubaanse twist op de White Russian. Oké. Dus wat ik nu ga doen. Oh jee. Is in plaats van slagroom. Kokosroom. Zo. Zo. En als garnering een klein beetje kokosvlokken. Hoe heet deze ook alweer? Dit is de Cuban White Russian. Oké. Duidelijk. Ja. Cheers. Gezondheid. Cheers. 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 Zo. Wel heftig, maar heel erg lekker. Voor mij is het heel fris. Chio, hartstikke bedankt. Het was weer, weer hartstikke leuk. En op de website krijgt natuurlijk iedereen kan rustig nalezen hoe die cocktails gemaakt moeten worden.